Yo gasten en welkom bij een nieuwe video. Even heel kort tussendoor. Ik gebruik niet eens mijn studio microfoon. Ik gebruik mijn camera en een microfoontje die ik daarop heb aangesloten. Die ik ook met vloggen heb gebruikt bij First Look voor degenen die video hebben gezien. Maar dat maakt even niet uit. Dat doet er niet toe wat ik nou gebruik of niet. Het zit namelijk zo dat ik vanavond weer live ga. Ik ga weer op Twitch live. En ik heb een nieuw Twitch kanaal ervoor aangemaakt. Ik heb het even allemaal wat netter opgezet. Ik heb gewoon... ik gooi bijna mijn glas omver. Maar ik heb in ieder geval gewoon mijn Twitch kanaal wat beter eruit laten zien dan een beetje hoe het eerst was. Het oude kanaal heb ik verwijderd van Twitch. Ik heb een nieuwe aangemaakt. Ik heb even gezocht hoe ik alles goed kon instellen. Nieuwe stream layout, alles erop en eraan. Nieuwe toeters en bellen, om even zo te noemen, en leuker te maken. Dus dat is top. En ik ga vanavond dus live op Twitch. Een linkje zal in de beschrijving staan. Mocht je komen in de hoop van, live FIFA, dan zeg ik alvast, blijf maar gewoon weg. Ik ga op Twitch geen of super weinig FIFA zal er daar aanwezig zijn. Want, ja... Ik ga even eerlijk zeggen, zoals jullie de afgelopen tijd hebben gemaakt, de carrière mode zijn wat ingezakt. Dit weekend heb ik alweer geüpload. Maar ik vind carrière mode FIFA 19 een beetje FIFA 18 2.0 of zo. Er is gewoon niks nieuws. Dus vandaar dat is ingezakt. Ik ga geen tot heel weinig FIFA op Twitch. Dus kom je alleen maar voor FIFA content. Nogmaals, blijf dan weg van dat Twitch kanaal. Dan zit je hier op YouTube nog prima, maar blijf weg van Twitch. Wat ik stream op Twitch zal ook wel op YouTube hier verschijnen. Mocht je er niet bij kunnen zijn, dan kan je terug... kijken hier. Maar in ieder geval, een linkje staat in de beschrijving naar mijn Twitch kanaal. En vanavond rond 8 uur zal ik live gaan. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel. Livestream vind ik nog altijd hartstikke leuk. En Twitch vind ik voor streams wel een platform wat beter in elkaar zit voor livestreamen dan YouTube dat is. Dus vandaar. Nieuw Twitch kanaal. Alles ziet er beter uit. Nieuwe stream layout. Alles. Ik check jullie graag vanavond. Hopelijk komen jullie erbij. Hopelijk zijn jullie erbij. En anders tot de volgende video. Laters.